Kun je al fluiten of niet? Ik kan het niet. Ja hoor, we zijn er weer. Yeah. Mocht je na al die jaren nog steeds afvragen wie... Nou, ik ga niet eens meer. Nee, ik hoef niet eens meer uit te leggen. Het is lang geleden dat Guy en ik samen een video hebben gemaakt. En dat komt omdat Guy druk is met zangles. Een paar maanden geleden kreeg ik namelijk dit WhatsAppje van zijn moeder. Hey Kelvin, wil jij misschien een keer mijn liedje opnemen? Want ik zit hier ook op zangles. Denk je dat je dat kan? Ja. Yeah. Hoezo denk je dat je dat kan? Omdat ik op zangles zit. Maar ja, ik weet helemaal niet hoe dat moet, weet je wel. Ik bedoel, hoe moet je nou... Psych! Ik voelde me de perfecte persoon om dit te gaan regelen voor Guy. Als jij een liedje wil maken, moet ik wel even weten wat voor muziek je dan bijvoorbeeld houdt. Dit is mijn grappigste liedjes. Maar als jij een liedje zou kunnen maken, zou je dan zoiets willen maken? Nee. Wat dan? Stop nou eens met zeiken, kom eens lekker schrijven. Wil je dat mensen gaan huilen als ze het luisteren of juist blij worden? Dat ze moeten lachen. Maar dan moet het een grappig liedje worden, dat is een beetje het idee. Ja. Komt er nog één in je op? Even denken. Ik weet nog een heel grappig liedje. Je moeder met haar. Waar moet het liedje over gaan? Over je moeder. Ja? Ja. Wat ben je je been aan het kneden? Ziet er grappig uit. Oké. Ik vond het zelf wel lekker gaan. Goed, Guy en ik gaan dus een monsterhit maken. En aan deze dingen moet het voldoen. 1. Het moet grappig zijn. 2. Nederlandstalig. En 3. Het moet gaan over je moeder. Hierna hadden Guy en ik trouwens besloten om het liedje Koekje met je moeder te noemen. Maar ja, dat zie je straks allemaal wel. Op naar de studio! Wat heb je nou gedaan, man? Laat het bloed uitkomen. Ja! Kijk! Okay. Gadverdamme! Meer bloed. Nee! Gadverdamme, er smeert bloed aan mijn auto. Ja. Ik ga... tekenen. Je tekent met je eigen bloed in mijn auto. Ik heb weer bloed hoor. Hoi, ik ben Mick. Ik ben Guy. We zijn er klaar voor. Ja. Let's go. Ja, kijk, Guy, weet je wat het is? We gaan ons gewoon even laten leiden door hoe het allemaal gaat. En dan gaat Mick wat dingen laten horen. En dan moet je maar gewoon zeggen of je iets leuk vindt. Oké. Hey, wat vond je daarvan dan? Mooi. Ik vind dit ook wel nice. Even. Zullen we gewoon een koekje met je moeder maken? Op die beat die je net hoorde? Ja. Hey, pak je nou een slipper? Zullen we die als klep opnemen? Ja. Hier, voor de microfoon. Dat is jouw slipper. Ja. Dat is toch hard? Wat we nu gaan doen, we moeten even jouw toonhoogte moeten even weten. Want jij hebt best wel een hoog klein jongetjesstemmetje. Ja. Dus kun je even in de microfoon zeggen: koekje met je moeder. Koekje met je moeder. Koekje met je moeder. Ja hoor. Koekje met je moeder. Focus. Ja. Ja. Nee! Koekje met je moeder. Je moet even je hoofd erbij houden als je klaar bent. Iedereen is uit en gaat naar de club toe. Kleine jongen van het platteland. Bioscoop met je moeder en de popcorn is zoet. Nou, wil je nog wat zelf wat zeggen? Nee. Wat zeggen we dan tegen Mick, de producer? Bedankt. Alsjeblieft. Wat zeg je dan tegen mij? Jij moet je wel houden. Nee? Jawel. Anders maak ik met heel veel vuur. Ga ik Charlie's fabriek kapot maken. Oh, trouwens, ik lees al jullie comments. Letterlijk allemaal. En jullie vragen echt al maanden om meer Guy. Meer Guy graag. Jij moet je wel houden. Dus terwijl Mick dit liedje ging afmaken, gingen wij nog even chillen. Net als vroeger. Jij bent toch van het schaken tegenwoordig? We kunnen wel even potje schaken vandaag. Ja, maar we hebben de pionnen niet mee. Ik heb de pionnen er niet in gedaan. Hebben jullie de pionnen niet mee? Ja. Kijk, en ik dacht, we gaan nu naar de supermarkt, gaan we allemaal spul kopen. Je mag alles kopen wat je wil. Oké. En dat flikkeren we dan in de blender. Daar gaan we dan een milkshake van maken. En degene die verliest, moet hem opdrinken. Nee. Ga je geen erge dingen uitkiezen? Voorlopig. Zij nou voorlopig? Ik sla al die tanden uit je bek. Ik weet wel, cola en mentos. Nu zijn we klaar. Ja.
Let's go! Waarom doen we dit eigenlijk? Om straf te hebben, want als je vliest, schaken. Oh ja, met schaken. Ik had dit gekocht voor een leuke proefje. Maar wat gaat er gebeuren dan? Oh, fuck. Bijna 7 euro uitgegeven voor 3 seconden plezier. Maat, wat doe je? Die kunnen wij niet gewoon even één keer gestructureerd... Ah! Wat is er gebeurd met eerst even netjes alles uit de tas halen? Ja, die! Nou, we zetten hem aan. Zo, dit is patatje ganzig. Ja, het is heerlijk. Ik ga even proeven. Lekker. Ja, dit wordt smullen. Krijg de Ik zou maar je best doen met schaken dan, want anders moet je even atje trekken. Je krijgt 50 euro als je dit eet. Gary! Het was best lekker. Bro, je krijgt 50 euro. Hopen dat het in de muziek wat beter gaat. Even je kop dicht houden, ja. Niet mij bemoeien. Oké, monster hit in the making. Bro, ik heb wat lekkers voor je. Charlie's. Wat is Charlie's? Drink met een smaakje. Hoe lang heb dit ding hier wel niet gestaan? Hoezo? Hij is meukenstrak. Wat zeg je nou? Meukenstrak? Meuger. Meuger? Ja, voel. Kijk. Bro, je praat poep. Meuger is geen woord. Oh, meuger, dat is een hamer. Moker. Kijk, stel je voor. Je mag nog maar één drankje voor de rest van je leven drinken. Charlie's of Focus drink? Dit. Hey. Ja, nou kijk, dit maakt dus niet uit. Een soort tuinslang is het. Oké, kom, we gaan schaken. Oh joh, ik word hier gewoon... Ga jij maar even zetten, ik ga maar weer naar... Heb je er al eentje gezet? Doe dit. Jij staat schaakmat. Hoe kan dat? Nee, jij hebt hem verplaatst! Dit kind is slim geworden, man. Oké, misschien heb ik wel verplaatst, misschien wel. Kan ik je slaan? Ik kan achteruit. Nee, dan heb je hem ook. Ja. Maar ik kan hier. Heb ik je ook. Ik moet smoothie eten. Kijk, als je hier gaat, kan ik... Ja, ik weet het! Ja, dit is wel een verschrikkelijke uitkomst. Ik heb verloren van een kind met schaken. Je mag deze hele ding opdrinken. Ja, kijk. Maar Kier, dit is niet te zuipen, man, wat jij hebt gemaakt. Dit is echt niet te doen. Geef eens. Ja, joh, lekker op mijn bank. Even voor de kijkers thuis, want die kunnen dit niet ruiken. Waar ruikt dit naar? Ben je kots? Bingo! Ik ga een deal met je sluiten. Of ik drink het op, of je mag dit glas in mijn gezicht gooien. Geen waar. Weet je het zeker? Je kan het ook gewoon opdrinken. Nee, ik gooi het in je gezicht. Ja, zeker? Ja. Kom maar. En je ogen open, hè? Mijn ogen open? Ja. Ja. Oké, hoe dit afloopt krijg je straks te zien. Maar eerst moeten we even door. Ik kreeg namelijk een mailtje van Mick dat het liedje af is. En dat betekent dat het tijd is voor... Marketing, baby! Het is inmiddels een paar dagen geleden dat wij koekje met je moeder hebben opgenomen. Ja. Voelt het nog steeds als een monsterhit? Ja. Inderdaad, dit is hem. En weet je wat bij een monsterhit hoort? Ja. Wat dan? Plaatjes. Dat klopt. En dan heb je bij een liedje een filmpje... Ja, ik dacht, we kunnen een hele grote clip gaan maken. Maar dat hebben we al gedaan ook. En dat voelt een beetje alsof we dan hetzelfde doen. We gaan een paar korte clips maken. Het is warm, het is lekker. We gaan gewoon een poging wagen om een Kaulo viral TikTok trend te beginnen. Heb je enig idee wat ik net gezegd heb of niet? Ja, dat we een Kaulo trend op TikTok gaan maken en de rest is niet meer. Oké, nou, Guy snapt het nog niet helemaal, maar dat maakt niet uit. We gaan dus een paar zieke TikToks opnemen. Waarschijnlijk ziet het er nu random uit, maar geloof me, dit wordt legendarisch. En dan zeg je, Guy, hoe kan het dat je zo goed kan zingen? Hoe kan het dat je zo goed kan zingen? Je hebt pas net zangles. Viral. Oké, nu gaan we even teringhard jansen op deze pokoe. Springen! Ja, go! Calvin en Guy, hoe kan het dat jullie altijd zo synchroon zijn in video's? Wat is het geheim? Oké, dit loopt helemaal op rolletjes. Fantastisch. Alleen moest er nog wel één ding gebeuren. Ja. Je hebt een kost zeker. Ah, het is...
Guy, het is echt niet te beuken. Oké, okay, Guy en ik hebben lol getrapt en een liedje gemaakt. En vandaag is het dan eindelijk zover. Ik ga Koekje met je moeder aan Guy laten horen. Koekje met je moeder? Ja. Hij is af. Zullen we hem even luisteren? Ja. Koekje met je moeder. Zeker, dus. Vind je het leuk? Ja. Moet er nog iets anders? Nee. Akkoord? Ja. Lieve mensen, Koekje met je moeder staat online op Spotify. Ga hem luisteren. Check de eerste link in de beschrijving, daar staat hij. Het zou toch fantastisch zijn voor Guy als het ons lukt om hier een monsterhit van te maken. Dus luister hem nu en misschien eet ik binnenkort wel een koekje met jouw moeder. Laat maar. Luister die pokoe! Godverdamme.